Kijk uit voor je hoofd. Dit is zo allemaal weg. Dit zijn zo twee hotelkamers. Zo meteen twee receptiebalen. En we hebben een binnentuin. We staan hier bij het oude stadsarchief van de gemeente Amsterdam. Het stadsarchief is verhuisd naar het centrum van Amsterdam. Dit prachtige pand gaan wij ontwikkelen naar een 5-sterren hotel. Ik heb ooit de Hoge Hotelschool gedaan. Daarna heb ik 20 jaar restaurants gehad. Daarna heb ik wat vastgoedmensen geadviseerd met restaurants en hotels. En daarna dacht ik, nou, ik ga het zelf proberen te doen. Dit is het 6e hotel dat ik ontwikkel vanaf 2006. En waarom heb ik BDO nodig bij de ontwikkeling van dit hotel? We hebben hier een bestaand gebouw. We hebben een bouwgrond, bouwrijpe grond, waarop we twee nieuwe gebouwen gaan ontwikkelen. De vraagstelling is, hoeveel overdrachtsbelasting moeten we betalen? En moeten we überhaupt overdrachtsbelasting betalen? En de vraag is, hoe gaan we het hotel wat we al verkocht hebben, verkopen aan de koper? Als stenen of als een aandelendeal? Dat is een heel gepuzzel en daarin zoeken we de fiscale optimalisatie. Waarom ben ik van 1986 tot nu bij BDO gebleven? Omdat zij denk ik altijd naar mij geluisterd hebben. En heeft BDO de puzzelstukjes die ik heb aangereikt altijd op een goede manier in elkaar gelegd. Als je goed puzzelt, krijg je een veel beter fiscaal product. Waar eigenlijk je afnemer blijer van wordt. En ik ook blijer van word.